Mooi, hè? De Zaanse Schans. Moet je kijken wat een mens, joh. Kijk, wat mij nou altijd interesseert, dat zijn niet zozeer die huisjes of die molens, ook leuk. Maar ik vraag me altijd af, waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Zaanse Schans. Kijk, Zaanse, dat snap ik. Daar loopt de rivier de Zaan. Maar Schans, wat is nou een Schans? En om daarachter te komen, neem ik jullie mee naar het Zaans Museum. Het geheugen van de streek. Daar vinden we het antwoord vast. Kom mee. Jaar van onze opstand, ook al bekend als de 80-jarige. Hier, kijk, kijk. Ik heb het even opgesnord en die naam Schans die stamt uit het begin van de opstand. Je weet wel, de 80-jarige oorlog, dat conflict met Willem van Oranje en de Spaanse koning. Toen lag dit gebied 4 jaar lang in de frontlinie. Hier klapten die legers op elkaar aan het begin van de Nederlandse opstand. En in dat gebied werden allerlei tijdelijke verdedigingswerken opgeworpen van aarden wallen. Schansen. En hier heeft dus een grote schans gelegen. En in dit boek, dit is geschreven door de eerste historicus van de Zaanstreek, meneer Soeteboom. Het heet Zaanlands Arcadia, het Zaans paradijs, jawel. Dit boek is 350 jaar geleden geschreven. En daar wordt beschreven waar die schans dan lag en hoe dat ding eruit zag. En hij is dus in opdracht van Willem van Oranje aangelegd in augustus 1573. Een schans met 6 punten, dus een 6-hoekig fort. En die lag op de hoek van de Zaan en de Poel. Dus dat is aan de Zaanoever en het water daarachter. Wacht even, ik weet wat het is. Kom op, ga erheen, kom mee. Kijk, hier is de Zaan en als ik hier die steiger op ga, dan kom ik dus op de hoek van wat de Zaan was en de Poel. Nou, dan moet dat fort te zien zijn. Kijk, deze weg is van later, hè. Er staat echt een hele grote fabriek. Ja, er staat nou dus een loei van een fabriek, maar daar op die hoek daar waar dat 15 km per uur bordje staat, dat is de hoek van de Zaan en de Poel. En daar heeft dus een enorm 6-hoekig fort gelegen. Als we onze Zaanse historicus Soeteboom moeten vertrouwen. En dat is wel een beetje een probleem. Want Soeteboom is notoire onbetrouwbaar. Maar ja, stel nou dat hij wel gelijk had. Hè? Hij beschrijft zo in detail dat fort. Als hij wel gelijk heeft, ja, dan moet dat toch ergens nog een snippen bewijs van te vinden zijn. En als die snipper ergens ligt, dan moet het hier zijn, in Haarlem, in het Noord-Hollands Archief. Nou komen we dichterbij. Ah, ja, gaan we het zien. Alleen toegang voor medewerkers. Hop. Deze kaart is uit 1590. Ja. En hij is gemaakt door meneer Pieter Bruins. Kijken, het noorden is hier. Ja. Dit is het zuiden. Dus we hebben hier Sparendam. Dan hebben we hier, nou, het Wijkermeer en zo allemaal. En IJ. En dan loopt de Zaan daar. En nou zie ik daar wel iets. Kijk. Hier, ja. Frek, zeskantig, hier, langs de Zaan, dit is het hoek, dit is de Poel en dit is hem. En er staan hier zeskantig, ik zie houten paarden, ik zie een huisje, we hebben een schans. Wauw. Nou hebben we dus het bewijs dat die schans er lag, we weten de locatie, maar ja, dan wil ik toch weten, hoe zag zo'n ding er dan in het echt uit? Daarvoor heb ik een ideetje. Kom mee.